een van de grootste klarinetorkesten van Nederland. De basis ligt in Groningen, maar ze spelen over de hele wereld. Van Italië tot Japan en van Australië tot Wales. En omdat het 25 jaar geleden is dat het orkest werd opgericht, wordt vanavond een jubileumconcert gegeven in de Martinikerk. Een Russische journalist schreef ooit over Capriccio: wij hoorden geen orkestbegeleiding, maar een begeleiding van de hemelse wind zelf die de Nederlandse molen laat draaien. Aan de telefoon oprichter John de Beer. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat citaat hebben jullie met recht en trots op de site staan. Ja, dat vonden wij zo'n poëtische uitspraak van een Russische journalist. Dat, ja, die hebben we op de site gezet. Ja. Wat is er zo uniek aan jullie geluid? Het unieke zit hem in de manier waarop ik de stukken arrangeer en bewerk voor, en maak voor het orkest. Wij proberen zo, nou ja, als een echt symfonieorkest te gaan klinken. En dat betekent dat we meestal 12-stemmige stukken hebben in plaats van 5-stemmige stukken. Ja. U bent ook al ergens. Ja, u bent altijd ergens natuurlijk. Maar u bent ook al ergens waar het druk is, bedoel ik. Nou, het is hier niet zozeer druk. Maar wij zitten nog op dit moment thuis. En ik heb hier op dit moment iemand uit Hongarije, iemand uit Italië en iemand uit België aan de ontbijttafel zitten. Kijk eens aan, een internationaal gezelschap. Dat zijn waarschijnlijk dan de gastmuzikanten. Dat zijn de solisten inderdaad. Er zijn er meer, we hebben er nog 5, maar die zijn bij andere mensen en in hotels ondergebracht. Oké, komen we zo misschien nog even op. Eerst even, waar komen de muzici vandaan van Capriccio? Is dat echt allemaal lokaal of uit heel Nederland? Nee, dat is lokaal. Sterker nog, het zijn allemaal leerlingen van mij of oud-leerlingen van mij. Mm-hmm. Dus het is echt eigen kweek, zou je kunnen zeggen. Ja, wat was destijds in 1989 de aanleiding om Capriccio op te richten? Eigenlijk omdat in Hogezand, waar ik woon en werk, bij het Kielzog, dat daar geen harmonieorkest was. En klarinetisten, die moeten eigenlijk in een harmonieorkest spelen. Dus ik dacht bij mezelf, ja, dan moet ik gewoon zelf met een clubje gaan samenspelen. Dus ik ben met 8 leerlingen ben ik begonnen. En omdat ik ook in Haren op de muziekschool bij het Klokhuis lesgeef, heb ik ook leerlingen daarvan erbij betrokken. En dat is uitgegroeid tot wat het nu is. Ja. Over de hele wereld hebben jullie opgetreden. Ik noem het ze net al even. Waar bewaart u nou persoonlijk hele bijzondere herinneringen aan? Japan was een hele bijzondere ervaring, omdat dat een hele andere cultuur is. En dat was heel mooi om dat mee te maken. Aan de andere kant, Australië was ook fantastisch. Want we hebben daar een maand gezeten, dus dat maakt het al heel bijzonder. We zijn half Australië doorgereisd met de bus. En dat was fantastisch. Maar Rusland ook. Dat was ook eigenlijk overal waar we komen, ontmoeten we mensen die ook muziek maken. En dat is altijd goed. Dat voelt altijd goed. En gaat dat dan op uitnodiging of plannen jullie zelf zo'n tour? Meestal gaat het op uitnodiging. En soms is het omdat ik contacten heb opgedaan op festivals. En dan leer je collega's uit andere werelddelen kennen. En die vraag je dan, kom eens een keer met je orkest langs. Ja. En dat doen wij natuurlijk heel graag. Ja, uiteraard. Nu vanavond. Vanavond het jubileumprogramma. Hoe is dat programma tot stand gekomen? Ik ben wat rond gaan bellen met mensen waar we de afgelopen 10, 15 jaar mee hebben samengespeeld. En gevraagd of ze op dit concert ons jubileum mee wilden vieren. Dat wilden deze 8 mensen. En toen hebben we gesproken, wat zullen we gaan spelen? En zij kwamen met voorstellen, ik kwam met voorstellen. En daar hebben we een programma voor uitgedestilleerd. Ja, en wat wordt dan ongeveer, zeg maar? Het worden een aantal klassieke werken van het, zeg maar, het ijzeren repertoire voor de klarinet. Van Carl Maria von Weber spelen we 2 klarinetconcerten. Maar er zit ook een Zwitserse collega van mij, Matthias Müller, die speelt op de Sabre. Dat is een basklarinet, maar die is helemaal volgehangen met allemaal sensoren. En die stuurt daarmee een computer aan, waardoor je een hele bijzonder geluid krijgt. Oh, dat klinkt dus inderdaad heel apart, ja. Ja, het is dus niet alleen zo dat we klassiek spelen, maar bijvoorbeeld Jozef Balog uit Hongarije, die speelt meer Hongaarse muziek en dergelijke. En dat spettert er vanavond af. Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. En u heeft dus nu een aantal aan de keukentafel zitten. Ze hebben gelogeerd waarschijnlijk bij u. Die slapen op dit moment. Ja, ze zijn donderdagavond aangekomen en maandagochtend vliegen ze weer terug. Ja, leuk. Hey, en dan blijft het nog niet eens bij vandaag, want jullie staan er ook morgen nog even bij stil. En ook een heel bijzondere event. Nog even kort, wat staat er morgen te gebeuren? Morgen spelen we in de EMG-Factors aan het Eemskanaal. En dat is een plek waar heel veel danceparties en dergelijke plaatsvinden. En omdat ik veel jonge mensen in het orkest heb, vond ik het wel leuk om, nou ja, die relatie te zoeken met de moderne muziek, de DJ's van tegenwoordig en dergelijke.
Dus we hebben een afterparty met een echte DJ. En we gaan als orkest samenspelen met die DJ. De solisten gaan samenspelen. Dus dat wordt een heel spannend experiment, ook voor ons. Ja, en daar gaan jullie, neem ik aan, opnames van maken. Daar worden absoluut opnames van gemaakt, jazeker. Ja. We hebben zelfs de intentie om een song te maken over wat ons allemaal hier op dit moment bezighoudt, de aardbevingen. Mm-hmm. En de DJ heeft een prachtige track geschreven. En daar spelen wij als orkest op en de solisten spelen stukjes erop. En daar gaan we een clipje uiteraard van maken. Zijn heel benieuwd, heel benieuwd. Vanavond eerst in de Martinikerk om 8:00. Zijn er nog kaarten voor? Er zijn nog kaarten. Het gaat wel heel snel, maar er zijn nog wat kaarten beschikbaar. €17,50. En die zijn, neem ik aan, gewoon aan de deur te verkrijgen of ook via jullie website? Ook via onze website. Tot en met, ik meen, de 6:00 kunnen kaarten online nog besteld worden. Oké, dan even voor de goede orde. Wat is jullie website? www.capriccio.nl. Kan niet makkelijk. Capriccio met 2 C's. Dat is dan nog wel even belangrijk. Ja, zeker. En dan morgen in de EMG-factors hier in Groningen. Dat begint om 3:00. Zijn daar nog kaarten voor? Er zijn op dit moment ook nog kaarten voor. Maar die worden vanavond tijdens het concert ook verkocht. Dus dat kan heel snel gaan. Oké, €7,50 kosten die kaarten in elk geval. Ja. Een spectaculair programma. Wij wensen jullie heel veel plezier en proficiat met jullie jubileum.